lukt zo. Blijf, hè. Oh, lukke ding, jij bent lief, ja. En tante van binnen, die zegt dat jij niet zo moeilijk bent. Dus dat gaan we eens even uittesten nu, hè. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Het is vandaag, ja, mag ik niet liegen. Het is vandaag dinsdag 20 augustus. Ja, het is nu net 10 uur, wat je ook wel kan zien op mijn klok achter mij. Ik ga even de balkon er even over roepen voor de dames. Ja, ik heb er ook aan de telefoon, die heb ik nu net wakker gebeld. Yep, dames, balkon. Kunnen die alvast lekker op het balkon liggen? Mag van mij. En ik ga lekker even onder een douche. Dus lekker shinen. En dan ben ik er zo weer. En ik zou zeggen, heel veel kijkplezier. Nou, zoals je dus kan zien, ben ik lekker onder de douche geweest. Ja. Ik heb ook weer mijn tandjes gepoetst. Dat doe ik eigenlijk elke dag. Dus. Maar ja, ik lach niet zo meer zo met mijn mond open. Want daar is eigenlijk al eens één grote gatenkaas. Ik heb het geld. Hey. Mag niet, hè? Dat weet jij. Nee, dat mag niet. Nee. Dat mag niet. Nee, maar dan zeg ik mijn gebit. Dat is door al mijn operaties in grote gatenkaas. Dus, en als ik dat allemaal wil gaan repareren, kost dat mij een hele hoop geld. €1700. En iets meer. Dus, daar heb ik het geld niet voor. Dus, en ik ben maar verzekerd tot €250, dus dat zijn de normale behandelingen. Helaas, pindakaas. Nou, ik loop al lekker met de hondjes buiten. Mag ik niet liegen hoe laat het nu is? Hold, was wat, iets van 10:30. Mag ik niet liegen? Het is nu 10:55, ja. Want om 10:30 was ik klaar met douchen en alles. Dus ja, kijk, ik loop lekker met de dames. Ro komt ook aan met beauty. Ergens, van bodywear. En dan gaan we zo naar de dierenarts om even te gaan wegen. Ja. Misschien ook gelijk maar eventjes consult. Ben ik daar ook vanaf? Ja, ben ik daar ook maar gelijk vanaf. Dus komt helemaal goed. Dik in orde. En het weer is ook lekker. Af en toe zonnetje, af en toe bewolkt, maar wel lekker. Ja, wel lekker gewoon, mag niet klagen. Dus Roos denk ik een blokje sleutelvijver. En dan volgende week niet, maar dan die week begint school weer. Dus dan mag ik weer de goede overblijfjuf uithangen. Ja. En dan begint Ro, dus maandag en dinsdag mag ik nog even genieten van mijn mannetje op school. En dan is het missen op school. Nee hoor. Hij begint lekker met studie. Daar ben ik onwijs blij mee. Dus ja. En hij heeft er ook zin in. Aankomende vrijdag. Dat is als het goed is de 30ste of de 31ste. Geen idee. Nee, dat is deze week vrijdag. Ja. Mag ik niet liegen? Ik zal zo eens kijken voor jullie. Voordat ik fouten ga maken. Is ook niet handig. Ja, ik kijk ook even om me heen. Omdat ik dus de lijnen lang heb. En als ik ga vloggen, ja, dat is niet handig. Om dan met de lange lijn over te gaan steken. Toch? Dus ik ga even zo even oversteken. Dan komt het wel goed. En ik ben ook gelijk vooral in de gaten aan het houden. Want ik weet ongeveer van waar hij vandaan komt. Dus ja. Maar dat te zaken zometeen straks. Ja. Blijf. Goed zo. Nou, we zitten dus nu bij daar. Yep. Even kijken of ze in orde zijn. Blijf. Ja, dat is beauty. En hier zegt hij nou 22 kilo. Ja, ja. 21,95. Ja, hij weet niet wat hij wil. Ja, ja. Nee, kom eens hier. Wachten. Nee, blijf. Beauty, blijf. Nee, blijf.
Nee, blijf. Hij weet niet wat hij wil. Oké, dan wil ik nou beauty. Ik bedoel Loffie. Nee, nee, ik wou er namelijk onderlangs hebben. Kom. Maar dat is ook prima. Kom, zitten. Zit. Ga zitten. Hallo, zitten. Dat ik het zeg. Dankjewel. Hij klopt volgens mij niet hoor. Weet het niet. Want net was het andere gewichten. Dit en dit klopt niet. Dit klopt niet. Zo. Blijf. Goed zo. Zitten. 22,75. Dat is lovely. 22. Ja, oké. Okay, dan wil ik even beauty weer. Beauty, kom. Monsieur. Lady, ja zo. Zitten. Zitten. 21,90. Dat is... Ja. Yeah. Zo. Even, ja, doe maar hoor. En nou wil ik haar hebben. Ja. Lady, kom eens hier. Lady, kom eens hier. Korthouder. Lady, kom eens hier. Ja, dat zijn de katten. En twee. Zitten. Zitten. Nee, blijf. Nee. Goed zo, keurig. Ken het wel? Nee. Zometeen. Leed, kom eens hier. Kom eens hier. Kom eens deze kant op. Goed zo. Goed zo. Blijf, hè. En die vind je ook helemaal niet erg, hè? Het gebit weet ik, die, en die is een beetje bruin, maar dat weet ik. Moest kijken hoe relaxed. Best relaxed bij. Zij wel. Alleen ik weet niet hoe beauty het doet, want dat weet ik niet. Had dragged me down on the coldest night. I'm still kicking around, and then I saw you.
spieropbouw. Is het heel goed dan? Ja, nou nog even weten hoe zij eruit ziet. Zij was in 10 dagen tijd heel veel afgevallen. Zus. Nee, het is oké. Het is oké. Dat is koud. Ja, dat is koud. Dat is koud. Ja. Ik heb even hartje mee luisteren. Maar nu hebben we je prikje. Ja. Hou je gewoon vast, dame. Zal ik dat hier doen? Ja hoor. Oh, ja, ik heb even één prikje. Nee, dat is oké. Zo, en die zit er ook alweer in, dame. Dat heb ik nou gedaan, hè. Dit was het. Ja, goed zo. 1, 2. En dan wil ik mijn zus hebben. De laatste. Ja. Kom maar. Ik weet niet hoe ze op die wat ze reageert, dat weet ik totaal niet. Dit is dan Beauty. Een boekje van Hope. Ja, dus Beauty. Ja, en ze staat hier in, of ze staat hier nog niet in? Nee, ze staat er nog niet in. En dat is ook weer, want dat is weer een kruisje. Hoe is weer een andere? Ja, dat is, kijk hoor. Ja, dat is, en dat is een andere, en dat was dus een andere opvanghond, en die kan eruit. Die kan eruit. Ja. Deze. Dat is, en dat is die andere, Astra eigenlijk. Astra, oké. Okay. Die kan eruit. Want die had blaasontsteking. Ja, dat klopt. Ja. Dus eigenlijk gewoon Beauty. Kun je dat ook, Zo? Ja. Ja. En het is een kruisje tussen een border collie en mallemoed. Kom eens hier, wijfie. Kom. Weet je hoe jij erop reageert? Een teefje. Ja, naar mij weet je wel wat ik qua informatie heb gehad. Ja. Ik dacht de vriendin en die zegt dat jij niet en niet zo moeilijk bent. Dus dat ga je eens even uittesten nu, hè. Kom, jij krijg ik ook weer precies. Ja, meisje. Ja, je bent lief. Nee. Ja. Zometeen lekker naar huis en kun je een beetje moe worden van de van Pretty. Je mag goed slapen dan. Ja. Zo, dan heb ik dat. Beetje ziekjes worden. En want dan word je toch altijd een beetje overgeven soms, maar dat hoort erbij. Meestal zijn ze een dagje even niet zo lekker. Ja, daarom. Prima. En duurt het langer, dan is het aan de bel trekken. Ja. En als ze koorts krijgen, dan is gelijk bellen, ook al is het s'nachts. Beauty, ga zitten. Beauty? Nee. Beauty, ga zitten. Kijk maar eens aan. Hallo, kijk eens. Er staat één vaccinatie in dit boekje. Die staat in februari 2019 dat hij die heeft gehad. Ja. En dan zou die februari 2020 eventueel moeten. Oké. Okay. Maar ik weet niet of hij nog andere vaccinaties heeft. Weet ik ook niet. Weet ik niet. Dat weet ik echt niet. Dat durf ik je niet te vertellen. Dus ik weet niet of hij zijn puppyvaccinaties gehad heeft. Weet ik ook niet. Ja. Want als dit zo begonnen is, dan zou je natuurlijk in februari pas hoeven. Maar wil je dan nog wel even nakijken? Even checken, ja. En dan laat je de vaccinatie... Ja, top. Krijg je wel gewoon een check-up. Even te kijken of je mooi bent en of het hartje goed is. Ja, dankjewel. Ja, goed zo. Kom maar. Maar eens eventjes kijken wat je allemaal hebt. Nee, is goed, wijfje. Is ziek. Ik in je oor kijken, ja, dat was het dan. Nee, waar kom je vandaan eigenlijk? Waarom komt er zo? Ja, dat komt ook echt Vendel. Oké. Is goed, ik ben Limburg. Ja. We zijn bezig met spieren opbouwen bijna. Die ziet er super uit ook. Oké, dat is mooi. Ja. Even wachten, joh. Mag ik heel even blijven staan? Oh, sorry, wait. Moet je daar ook maar even staan? Je ziet er goed uit. Het is heel goed hoor. Mooi.
En om dat zo te zeggen, als je het goed doet. En we hebben gewoon 3 en gezonde honden, joh. Dat is mooi. Kun je naar even? Kom. Kom, kom. Ja, goed zo. Keurig. Nee, we gaan er nog niet uit, hoor. Nee, nog niet. Zometeen. Dan ga ik betalen zometeen voor jullie. Ja. Ja, en wij hebben een mededeling. Hele grote mededeling. Want onze dames, ons, zijn gezond verklaard en door de dierarts, ja. Dat is af. Doe ik zo wel. Doe ik wel. Ga eens liggen, dame. Kom, af. Beauty. Kom, ga eens. Oh ja, ik weet al wat ze wil. Ja, tuurlijk. Dat is ook dom van mij ook, hè. Ja. Ga jij eens even die kant op. Doe ik even eentje naar boven toe. Eigenlijk die niet, maar oké. Kom eens hier, kom eens. Daar wil jij liggen, dat weet ik. Zo, hè? Dat wist ik. Ook een beetje dom van mij ook, hè? Nee, een beetje. Vergeet dat. Ja. Maar we moeten eventjes in de auto een keertje wat beter gaan indelen. Dat is wel weer. En zo moet dan ook nu eerst naar de dames naar huis brengen. Beauty eerst gelijk naar jou toe. Dan even naar mijn huis, wat eten. En dan gelijk weer pleiten. Pleiters. Ja, want het is nu ook alweer 12:30. Dus, en omdat jij nog om 4:00 een afspraak hebt. Ja. Dus, daarom. Komt ook wel goed. Nou, we zijn dus alweer terug van de dierarts. Ik ben nu weer even aan het lopen. Roos ook nu even aan het lopen en met Beauty. En dan gaan we even kijken hoe laat het is, want het is alweer 12:30, dus ik moet ook wat eten. En dan gaan we even naar Max 15. Denk ik nog even wat broeken halen. Voor mij, mooie broeken. Vanzelf. De hondjes die zijn zo meteen wel even moe en bek af en door de prikkies. Kijk. En daar lopen ze lekker rustig. Doe eens rustig, Wifi. Ja. Kom, dames, gaan jullie mee? Kom aan, ga mee, meis. Kom. Rustig, hè? Keurig. Nee. Kom, door. Ga mee door. Nee, even piezen. Het moet ook gebeuren. Ga mee! Nee, ja. Lovely! Kijk eens! Wat zo rustig lopen! Je hoeft je en je hebt geen haast. Nergens voor nodig. Nop. Voorbeeldige hondjes heb ik. Hebben we. En wat ben ik zo blij met ze. Oh, zo blij. Oké, mensen, het ziet er hier niet uit. Dat zie je wel hier. Allemaal haar. Hier ook allemaal haar. Daar haar. Dus ik ga even snel een bezem er doorheen jagen. Doen. En dan als we weer thuis komen, dan ga ik even stofzuigen en dweilen. Dus ik ga nu eerst eventjes snel vegen er doorheen. Kijk, overal haar. Ja, nou ja, ik
Ik weet niet of het werkt, want ik denk dat hij zo meteen weer om kukelt. Ja. Ja, dat zeg ik. We zitten dus nu weer in de auto, want we gaan even broeken voor mij kopen. Die kant op, Ro, even helpen. Wij gaan even met de spoed. Ja, nou, we zijn dus bij Max 15 geweest. Alweer, bij Max 15. Yep. Heb ik weer even drie mooie broeken gescoord. Hele mooie broeken. We zijn dus nu alweer bijna bij de auto. Dus lekker bezig. Ja, kijk ik uit eigenlijk niet. Moet ik eigenlijk wel doen, uitkijken. Ja, alleen ik ga nog wel eventjes de bank in de auto weer een stuk naar achteren knallen. Want hij staat een beetje te dicht op en op onze achterstoelen. En dat vind ik ook niet echt heel erg fijn. Dus die ga ik ook zo even doen. Hartstikke mooi. Dus die is naar achteren. Kijk. Hier een hoop ruimte weer. Deel. Maar het is wel weer eens een keertje tijd. Ook binnenkort. Volgend jaar of nog die jaar daarna. Goed sparen voor een moderne auto. En een grotere. Maar wel een zuinige auto. Ja. Dat sowieso. Maar wel een grotere. Maar wel een zuinige auto. Ja. Hé, schat? Ja. En met gewoon airco. Dat is ook wel handig wezen. Ja. Nou, nu gaan we dus richting de Mall of the Netherlands. Ja. Ja, precies. Ja. Ja hoor. Ik heb het niet meer. Ja, ja. Dat is leuk. Handig. Wij hebben dus nu een waterdief gekocht. Wil je weten wat het is? Ik zou zeggen, laat het even weten in de comment. En dan komen jullie er vanzelf ook wel achter, denk ik zo. Een waterdief. Weet jij wat het is? Ook dan graag een 400. Nooit van hoort. Water. Nee, ik ook niet. Maar we hebben hem wel nu. Iemand die water steelt, maar dat kan je niet kopen. Nee. Ja, je kan achter, je kan achter, je kan achter, je kan achter. Jup. Ja. Frisse lucht. Hé. Hey. Nou regenen? Nee. Exact. Ja. Nee, maar wij hebben dus, wat ik al zei, een waterdief gekocht. En ben je nou benieuwd of weet je wat het is? Reageer dan even hieronder. Zo, we zijn net klaar lekker met zwemmen. Heerlijk. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Kijk, lekker aan het zwemmen geweest. Ja, helemaal lekker, helemaal top. Ja. En we lopen zo meteen alweer het zwembad. Ja, en we zijn buiten. Kijk, daar liepen we net. Dus, ja. Ook handig. Nee, we worden er niet voor gesponsord. Nee, totaal niet. Was het maar zo, hè, door de gemeente. Was het maar zo. Huh? Ja. Dat we werden gesponsord en door de gemeente. Gemeente, ik wil gratis zwemmen. 10 minuten. 10 minuten. 9:30 oppas. Supermarkt. Oh, supermarkt. Ja, dat wel, ja. Waarschijnlijk wel. Nou jongens, ik hoor het. Jullie moeten opschieten. Supermarkt en die gaat dicht. Nou, we gaan nu even lekker weer naar de auto. En dan gaat Roos zo meteen Beauty ophalen. Onze andere leuke, gezellige, lieve meid, hè? Zal ik alvast zo meteen dat en dan dubbel overmaken naar Va? Wacht maar even, meneer, even maar kort. Het is van deze mensen. Welke? Het was een voorstel. Het is al akkoord. Is het akkoord? Oké. Okay. Dat heb ik je gisteren laten zien. Is dat zo? Okay. Meneer is moe. Ik laat het even zien en dan komen we er zo meteen weer op terug. Nou, probleem opgelost. Ro, die had het dus inderdaad niet goed gezien. Hè, schat? Nee, te kleine lettertjes. Te kleine lettertjes, ja. Nou, dan kan je ook op en op de computer kijken, hoor. Ja. Nee, hoor. Dat heb je niet gedaan. Nee, goed, hè? Ja. Ja, die
kofferbak moet nog eventjes open. Die is nu al open, dat scheelt weer. Wil je dat voorvakje nog even dicht doen? AUB, dank u wel. Ik zet hem gewoon even aan het werk. Ja, dat is leuk. Astu. Hehe. Zo. Ja. En één. Ik zit al in de auto. En deurtje is dicht. De deur is gesloten. Ja, bijna wel. Dus, hè? Ja, ik kan niet weten. Jij wel? Ik kan niet weten. Maar ik doe even lekker de radio aan. Ook even gezellig. Morgen hebben we ook een heel druk schema. En dat weet er al. Ik ook trouwens. Die ene auto is weg en staat er een andere. Ja, dat is toch handig? Ik kan nog niet recht doorrijden. Oh, haha. Ja. Zo, toen was het weer klaar. Nee, wel. Kom dan. Ga spelen. Die rode trekt het nergens wat vandaan. Nee, die blijft gewoon liggen. Die heb je even fijn gespeeld. Ja, en die is ook eens een keertje van en van mijn meisje. Ja, kijk eens. Kom hier met dat... Oké, daar ook groot. Prima. Gaat zij het weer afpakken, wel, hè? Niet? Toch niet? Oké. Een hele goede nacht, avond, ochtend. Ja, het is maar net hoe je het bekijkt. Ja, precies. Hè? Het is nu al 1 uur in de nacht. Ja, iets vijf, bijna 5 over. Nou ja, zoiets. Maak het uit. Be happy. Ja toch, nu dan. Maar ik, sowieso, ik weet niet of hij het wil. Ja, ik ook. Oh, toch wel. Goeie nacht. Dus ik wil, hij wil, wij willen jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze leuke, rare, gekke vlog. En ik zou zeggen, doe het duimpje omhoog, doe het belletje aan, abonneren en reageren. Doei, tot morgen.